Goedenavond, dames en heren. Voorafgaande aan onze hoofdfilm willen wij een zevental minuten aandacht besteden aan de verkiezingen. Wat en vooral wie gaan wij stemmen op 22 mei 1986? Wij hebben nog geen flauw idee. En daarom willen wij de komende winter de propaganda-uitzendingen van de politieke partijen gaan doorlichten, waarbij we ze niet zullen bekijken op politieke programmapunten, daar kunnen ze zich na de verkiezingen toch nooit aan houden, maar uitsluitend zullen letten op de toon die zij aanslaan. De vraag is dus, hoe eigentijds, hoe modern doet men zich voor? Wat is het progressieve beeld dat de politieke partijen van zichzelf willen geven? En dat zie je, dachten wij, nergens duidelijker dan in hun zendtijd voor politieke partijen. Daar is over nagedacht, daar heeft het partijbestuur van gezegd, ja, dat is het beeld, het gezicht, de visitekaart die wij naar de mensen toe, naar buiten willen tonen. Dat zijn wij. Ja, eerst een paar citaten uit de PSP-uitzending van 18 september, waarin drie zomaar PSP-leden aan het woord kwamen. Mensen, waakt, wees waakzaam en laat u niet meeslepen in een mogelijke derde wereldoorlog. Ik ben lid geworden van de PSP en ik ben nog steeds lid, omdat ik vind dat de PSP het meest duidelijk. Kijk, ik zit hier nu geleund tegen een roestige tank. Het is een mooi symbool voor wat het Nederlandse militaire apparaat en de hele NATO eigenlijk zou moeten worden. Uitstekend gedaan, vind ik. Dat is propaganda van vandaag. Oude vrouw op begraafplaats. Jonge vrouw tussen de koeien. In 1971 zette de PSP een jonge vrouw nog naakt tussen de koeien. Veel, ja. Veel gebeurd, veel veranderd. Maar vooral vader met kleinkindje op verroeste tank. Dat hakt er bij mij in, dat schokt. Daarvan denk ik, kindje op verroeste tank, PSP, wel bedankt. Wat leven we toch in een waanzinnige wereld. Ik wil jou niet beïnvloeden, ik wil de dames en heren niet beïnvloeden, maar ik vind dat geen modern beeld. Kindje op verroeste tank. Nee, dat vind ik niet kloppen. Dat vind ik iets van de spekkers houden, iets tweeslachtigs. Je laat water zien of niet. Je bent pacifist of niet. Van der Spek, die altijd maar zei, ik ben een republikein in hart en nieren, weg met het Oranjehuis, en toch in elk interview maar laten vallen dat hij de prinsessen nog had lesgegeven. Een verroeste tank. Wat is nou een verroeste tank? Laat dan zien een kind op de neus van een raket. Neem een raket en zet daar een kind op een neus. Niet op een verroeste tank. Nee, PSP, kleine partij, dat is wel moeilijk. Kindje op raket. Nee, technisch is dat toch hartstikke makkelijk. Je neemt het filmpje van die kruisraketten en het superimpoos je toch dat kind op die neus. Trucage. Ja, natuurlijk. En die vader achterop met wapperende haren. Dat kan makkelijk. Maar niet een verroeste tank anno nu. Dat is een Brabantse dekenkist. Moet zijn kindje op raket. Maar wij willen u zeker niet beïnvloeden. Wij willen u niet beïnvloeden. D66 vulde haar zendtijd op 25 september met het propagandawapen, het hoofd van Hans. Ja, dat vind ik nou toch altijd uitstekende propagandabeelden. Lijsttrekker laat zich kussen. Dat is warm, dat is gevoelig, dat is menselijk. Hans is aanraakbaar. Hans is een van ons. Ik weet het niet, ik heb toch nogal wat bezwaren zonder u te willen beïnvloeden en ook zonder jou te willen beïnvloeden vanzelfsprekend. Waarom laat Hans zich hier uitsluitend door blanke vrouwen kussen? Waarom zit er niet één zwarte vrouw tussen? Mm-hmm. Waarom wordt Hans, prima verder, maar waarom wordt Hans hier zo nadrukkelijk gepresenteerd als hetero? Waarom zit er niet één kussende man tussen? Vind je niet dat er niet één, hoeft geen reeks van kussende mannen te zijn, maar er had toch wel één kussende man tussen kunnen zitten? Even. Had ook geen zwarte man hoeven zijn, maar nee, één kussende man. Gewetensvraag. Zou jij Hans willen kussen? Hans maakt dat in mij los. Ja. Zeker. Als ik geëmigreerd zou zijn geweest, verteerd door heimwee, kom 20 jaar later terug met de Nieuwe Amsterdam. Hans staat op de kade in die regenjas, ik zou hem aflebberen. Ja. Dat heeft Hans, dat maakt Hans los. Ja. Nou, ik ook. En dat missen ze dus. Er zijn maar heel weinig mannen die ik zou willen kussen, maar daar hoort Hans zeker bij, dat niet treurige direct, hoofd. Niet direct op de mond, maar even. Hans. Kop op, en dat vind ik jammer, dat Hans zich dus niet door ons wil laten kussen. Jammer dat hij zo nadrukkelijk voor de vrouwen kiest. En daarmee weet ik niet of Hans dat nog haalt in 86. Als hij voor 86 niet duidelijk door mannen wordt gekust, ook mannen, ook zwarte mannen, helemaal. Ook minderheden mannen. Ja. Dan zie ik het somber in. Maar wij willen u zeker niet beïnvloeden.
Het CDA begon haar uitzending van 2 oktober zo. Dames en heren, dit is verbijsterend. Absoluut verbijsterend. Ik dacht altijd dat Dixieland muziek van de VVD was. Dat het bij de VVD hoorde, onvervreemdbaar. Sinds VVD, Dixieland. Het begin van de eeuw hoort Dixieland bij de VVD. Absoluut. Ik wist niet wat ik zag, maar helemaal niet wat ik hoorde. Nee. Nu presenteert het CDA zich in haar eerste propaganda-uitzending met Dixieland muziek. Ja, wacht even. En wat zien wij? Onbegrijpelijk. Parasols. Ja, die parasols. Die parasols. Dat is iets raars met die parasols. Ja, ja. Nu zijn ze uit onder de rokken van meneer Pastoor een beetje. Gaan ze onder een parasol zitten. In een zaal. Ja, dat is het gekke. Je zit al droog. Ja. Plafond. Ja. Daaronder parasols. De AVRO doet het ook. De AVRO doet het op die landdagen van de AVRO. Ja, ja. Zitten de mensen onder zo'n AVRO-parasol. In een zaal. Ja. In een zaal. Dus je zit onder een parasol. En dan krijg je nog een keer Dixieland om je oren. Dat toch voor onbegrijpelijk nusgedoe, feestelijkheid warmte, van de parasol. Hè? Wat gezellige ze zitjes, begrijpt u dat? Banaan royaal, zullen we de schemerlamp buiten zetten? Zo, zou jij, gezellig. Nu op de man af, ik wil je niet beïnvloeden, ook tegen elkaar objectief zijn. Mm-hmm. Zou jij onder een parasol willen zitten? Ja. Met Dixieland muziek? Voor geen goud. Nou, wacht even. Buiten. Openluchtvergadering. Oké. Brandende zon. Tuurlijk. Parasol. Graag. Maar dan niks erop. En niet Dixieland muziek. Dixieland daarbij. Onder Dixieland muziek. Absoluut niet. Onder een parasol zitten. Nee, voor geen goud. Sprake van. Ik weet nu na die paar seconden al dat ik op die manier niet op het CDA zal stemmen. Nee, als ze door blijven gaan met Dixieland muziek onder parasols, mijn stem kunnen ze naar fluiten. De verkiezingscampagnes zijn gestart. Wij destilleren voor u de eerste propagandabeelden. De PSP met kindje op verroeste tank. D66 met het gekuste hoofd en het CDA met Dixieland en parasols. En wellicht ten overvloede nog een keer, dames en heren, het is niet aan ons, maar aan u om uw eigen keuze te maken. En dan nu onze hoofdfilm. Zouden jullie maar zo ruit licht, man? Domme, wat een stom. Het licht is rood, die gozer rijdt, dat was toch hij? Stom. Ik roep nog hij. Ik roep nog hij, man. Ja, stomme fout. U hebt zich niet bezeerd. Zijn het heeft van het gezicht op een keer of zo. En de fiets? Hoe is het mogelijk? Ja, de mooie krakeling in de wiel. Ach, jeetje. Dat kost me 120 gulden, man. Nou, u mag op mijn kosten een nieuw racewiel. Dat kost een nieuw racewiel. Dat is wel het minste. Papieren, ik heb de papieren. Ik heb een rijbewijs, ik heb een paspoort. Het is stom, het is onvergeeflijk stom. Moet u nog ver? Ik woon hier vlakbij. Ik was net beginnen met de trainen. Dan zal ik u even naar huis brengen. Ik was net beginnen met de trainen. Rijdt hij door een rood licht. Ik roep nog hey. Rijdt u even met mij mee naar huis. Het is stom, het is onvergeeflijk stom. Kijk, ik ben met mijn hoofd. Ben ik bij de schoenen, u ziet het wel. Ja, dat loopt, en ik let even goed af. Het is alleen mijn wiel nog. Nee, het is mijn fout. Het is mijn fout. Het is heel erg stom. Het is onvergeeflijk stom. Even naar huis kunnen brengen, dat we bij mij thuis even de gegevens opnemen. Zo zit hij wel even. Het is stom, het is mijn fout, ik geef het toe, het is stom. Net twee plaats, ik regel de zaak. U komt op mijn benen. Ja, die rijdt niet dwars door rood licht aan die grote. Ik roep nog heen. Het was stom. Het was mijn fout. Schoen Nora maar. Nee. Wat staat er nou? Schouw en Nora maar. Gaat wassen voor jullie. Beb! Ik heb een krakeling. Doe ze open. Hou ze van Schouw en Nora maar. Rijd wassen voor jullie.
Dit lijkt ook altijd veel groter, maar het staat hier wel beeldig. Ik vind het wel erg mooi. En, oh, pardon. Ja, mevrouw. Juffrouw Ellie. Juffrouw Ellie. Ja, ah, wilt u mevrouw even afhelpen? Ja. Ja, moment. Dag, meneer Van Loenen. Een beetje van de schrik bekomen, meneer Van Loenen? Nou, dat viel allemaal mee. Ik was eerst bang dat ik een basisfactuur had. Maar dat was dus niks. Ja, een hele schrik. De fiets alleen, hè? Ja. Kopje koffie met alles? Nee, ik ben bezig met de trainen en dan moet ik nooit geen koffie. Ach, stom. Ik heb een goede meegebracht. Ja. Misschien kennen u er nog wat leuks mee. Als Sinterklaas of zo. Er zit dus een nieuw wiel in. Het frame, dat bleek helaas ook ontzet. Dus dat is bijgericht. Ik heb gelijk het stuur laten vernieuwen, want het was een beetje scheef getrokken. Dat begrijp ik. Remkabels nagekeken. Geheel voor mijn kosten. Gelijk schoongemaakt. En natuurlijk, blokjes ook maar meteen natuurlijk. Nieuw erop. Ik zal u fijn, u kunt het zien dat ik... graag, interessant. Dat u ziet hoe die geworden dat is. Dat wil ik wel eens zien, echt een racefiets. Nou, wordt het nou geloof ik dat ik hartstikke geen voor zeg. Wat is er nu? Ik zet hem tegen die paal. Nou, en toen waren wij weg, dus we lagen eigenlijk voorop met vier man. Dat was Bonafidenti, dat is een Italiaan. Plumeau, Jacques Plumeau, de Fransman. En Strumpf, een Luxemburger. En mijn persoontje zei de gek. Nou, en ik had hele goede benen. Die dacht dus ik sleur op kop. En op een gegeven moment hebben we 26 minuten voorsprong op het peloton. En komen we bij die spoorwegovergang van La Follière was dat. Heb je misschien wel van gehoord. En de bomen waren dicht. Ja, de bomen waren dicht. Maar dat is normaal niet zo erg. Want dan ga je er onderdoor met je fiets. Of je gooit je fiets over je nek en je springt er overheen. Nee, maar die bomen waren dus dicht. Omdat net was de sneltrein van Barcelona naar Parijs. Die was dus dwars uit de rails gevlogen. En zo door een Franse flatgebouw, als een croissant was het in elkaar gestort, waren 203 doden, dus die koers werd afgelast. Wat op zich natuurlijk wel begrijpelijk was. En toen een week later, toen startte ik in Milaan in de achtervolging, dat was tegen Tagliatelle, dat was Cannelloni was dat, Giuseppe Cannelloni. En ik had weer hele goede benen die avond. En het Italiaanse publiek juichte ook voor mij van bravo Hollandese. Want als die klasse zien, dan herkennen ze dat die Italianen als wielerliefhebbers. En ik kijk hem na drie minuten, kijk hem dwars in zijn rug. Ik zit op 50 meter, ik kan hem zo inlopen. Die Italianen juichen op de tribune, maar die staan zo te juichen. Dat die zakken dwars door die tribune, waren er 63 doden. Italiaanse doden, maar ja, ze zijn toch doden. Dus die is ook voor afgelast toen. Dus daar stond hij. Nee, dat is geen kantoorbaantje, beroepswielrenner. Maar aan de andere kant, je ziet nog eens wat van de wereld. Hè? Zo'n Le Tour de la France. Hebt u daar nou vaker meegedaan? Le Tour de la France? Ja, godje, wat is vaak? Vaak is allemaal zo betrekkelijk in de wielrennerij. Wat is vaak? Peter Post, waar we toen ontzettend graag bij zijn ploeg hebben. Vooral voor de ploegentijdritten. Omdat het echt de beuls werkt. Dus op kop sleuren met tijdritten en zo. Daar ben ik nou eenmaal heel goed. Daar ben ik voor geboren. Daar ben ik voor gebouwd of niet. Maar toen zat ik nog bij een sponsor. En die heeft toen een lulligheidje met mijn contract geflikt. Dus daar kon ik niet weg. Dus eigenlijk heb ik juridisch toen niet dat ik naar de Tour de France kon, dat je zegt. Nee, dat is toen helaas... Ja, dat hele sponsorgebeuren, dat weet wat, hè? Geloof ik, ja. Ja, gut, ik zit op... Voor welke sponsor rijdt u nou momenteel? Nou, kijk, ja, gut, meneer Van der Kolk, ik ken voor iedereen rijden. Ze zitten momenteel van alle kanten op de wip aan mij te trekken. Maar ik moet niet voor zo'n grote multinationale sponsor rijden. Ik ken de man niet persoonlijk. Ik moet de man persoonlijk kennen. Dan heb ik ook moraal om goed voor die man te koersen. Om voor die man het geld op te leveren en terug te pompen in zijn eigen economie. Dus ik zou dus... Kijk, als ik nou bijvoorbeeld... Nou, stel nou dat ik bijvoorbeeld voor u zou rijden. Dat u bijvoorbeeld zou zeggen, goed, ik neem een kleine wielerploeg. Die ga ik sponsoren. Dan is het grote voordeel dat wij elkaar al konden. Ja, maar beste meneer Van Loenen, Schoenorama, het is maar één winkel, hè. Had ik nou een hele keten van schoeiselhallen, dan zou je zeggen, ja. Aan de andere kant is dat ook weer onze kracht, hè. Dat wij dus elke klant nog persoonlijke aandacht kunnen geven. Ja, nee, maar kijk, u moet het zo zien, meneer Van der Kolk, dat juist als u dan als u nou komt met een kleine ploeg, dus aan het eind van het seizoen, al die renners, grote renners zijn moe, weet je wel. Die laten de kruimels over van de kleine ploegen. Dus als je nou zou komen met een nieuwe kleine ploeg, dan staat die er nou al in de najaarscriteria. En dan in het voorjaar is die ploeg al bekend, heb je al bekendheid. Plus dat je het enorme voordeel krijgt dat voor u zo'n kleine ploeg als sponsor is zo'n ploeg in zich heel qua fixaal aftrekbaar. Goed, meneer Van Loenen. Ik geef het maar door. Ik heb genoten van uw anekdote, vooral dat verhaal van... Dat u een grote boodschap moest midden in de wedstrijd. Een prachtig verhaal. Het is maar een idee. Laten we het er voorlopig op houden dat u op mijn kosten een occasion racefiets koopt dus, hè? Goed. Nou, dat vind ik heel goed van u, maar ook eigenlijk heel redelijk. Meneer Van Loenen, u reed heel leuk mooie licht. Ik riep nog heen. Het was mijn fout. Ja, dat is echt mooi. Maar, ja, het is een mooi fiets, hoor. Het is leuk fiets, hoor.
Hoe oud is hij ongeveer, John? Ja, 2,5 jaar ongeveer. 2,5? Ja. Ziet er goed uit, John. Ziet er netjes uit. Hè? Wat zit er achter eigenlijk? 14,19 oplopend, hè. En 52,48? 52,48 voor. Dan moet elkaar al op uit de voeten kennen. Laat maar zakken, John. Netjes. Nou, wat doen we met de rekening? De rekening gaat ter attentie van de heer Van der Kolk, is dat? Van de K. Van Schoenorama, dus. Schoenorama Van der Kolk. Dan komt het altijd goed. Prima. Maak me netjes in orde. Elme Karel heeft er zin in, John. Ja, dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Heb jij toch ook? Ja, ik wel. Nou, gaan we eens kijken of we hem wat klaarmaken. Prima. En kun je toch kijken, hè? Gaat hij nou nog open of nog niet? Kijk eens. Helemaal. Ze zijn er vergeten. Ja, ja. Maar die gaan er wel wat kennen, John. Ja, hoor. Tot daar. Ja. Hey, Van Loenen. Hey. Hey, hoe is het met Beto. Jou? Ja. Hoe is het met jou? Ga jij weer fietsen? Nou, weer fietsen. Ja, eigenlijk. Ja, je kan eigenlijk wel zeggen, ik ga weer fietsen. Ik voel het toch nog altijd een beetje prikkel in de kaart. En ja, ik heb nog een licentie. En ja, god, ik ben bezig om een jonge profploeg op te zetten van Schoenorama. En dat is een leuke jonge ploeg. En eigenlijk een beetje het systeem raas. Ja. Dat ik, dat ik de eerste jaren dat ik de kern van die ploeg ben. En dat ik dan over verloop van tijd in de relations ga van Schoenorama. Dus een beetje ploegleider wordt ook directeur sportief. Goh, en het is een kleine ploeg, niet te veel van verwachten, maar ik hoop toch, ik verzorg me eigenlijk goed, ik hoop toch nog een beetje van voren te kunnen rijden. En je gaat ook nog wedstrijden rijden? Een paar najaarscriteria willen we wel gaan rijden en dan volgend jaar, dan zien we eigenlijk wel verder. Maar ik mag eigenlijk al niet meer zeggen, want je weet hoe het is, kinderzin in het peloton, dus ik wil het een beetje stilhouden. Ik moet nou gaan trainen, dus ik heb eigenlijk al te veel gezegd. Veel succes. Dag, Van Loenen. Hé? We hebben niet geadverteerd. Nee. Schoenorama sponsort profploeg. Hé? Naast de ploegen van Peter Post, Jan Raas, Roy Schuiten en Ben van Erp is er sinds gisteren een vijfde Nederlandse wielerprofploeg. De formatie van Gijsbert van der Kolk, directeur van het Eindhovense Schoenorama, bestaat voorlopig uit de zeer ervaren beroepsrenner Karel van Loenen, derde in de ronde van Kortenhoef 1974. Hiermee treedt voor het eerst in de wielergeschiedenis een kleinere, zelfstandige winkelier op als sponsor van een profploeg. Van der Kolk mikt op successen in lokale criteria, de voorjaarsklassiekers en de ronde van Italië. Hoe komen ze daaraan? Ik weet van niks. Nou ja, aan de andere kant, juffrouw Ellie, dat is een mooi stukje publiciteit voor het eerst in de wielergeschiedenis. Juffrouw Ellie, u gaat naar de redactie en u bestelt 5000 extra exemplaren. Ja? En elke klant die deze week de winkel verlaat, krijgt zo'n krant mee. Juffrouw Ellie, we hebben dat wiel nog. Misschien kunt u daar iets leuks mee doen voor in de etalage. U zet daar sportschoenen op, zoals in een ooievaarsnest. Ja? Ja, goed. Akkoord. Daar is ook een klant. Mijn hoofd loopt om. De formatie van Gijsbert van der Kolk. Ja. De eerste wielerprofploeg van een kleine, zelfstandige winkelier. Mevrouw, ik kom zo bij u. Naast de levering van alle materialen, benodigd tot het rennen van wiel, voorziet de Schoenorama. Ja, nee, wacht even. Het, nou, het is natuurlijk gelul van de dronken aardbei, meneer Van der Kolk. Het rennen van wiel, je zegt gewoon niet het ballen van voet of het ballen van hand of het polo van water. Gewoon wielrennen. Wielrennen stop, of koersen. Gewoon stom. Niet het rennen van wiel. Dus dat wordt dus, naast de levering van alle materialen, benodigd tot wielrennen, voorziet de sponsor de Schoenorama-ploeg voor de rest van dit seizoen en de duur van het gehele volgende seizoen van een dagonderkomen annex binnentrainingsruimte. Precies, want thuis kan ik niet uit de voeten. Daar kan ik mijn conditie niet bij houden, dat is goed hier, ja. Met mogelijkheid tot ontspanning en soigneren. Ja, maar dan moet u dus bijzetten in een subpuntje in het sponsorcontract. Dit in afwachting van de vondst van een trainingskamp in Zuid-Frankrijk. Oh ja, dat wij volgend voorjaar met een trainingskamp in Zuid-Frankrijk zitten met de schoenen aan. Ah, akkoord, Karel. Dat staat. Nou, dan proost ik graag een toast.
op mijn nieuwe sponsor, tevens ploegleider. En als ploegleider moet u rekening mee houden, meneer Van Kolf, moet u ook de pers te woord gaan staan, de sportpers. Dus moet u daar al een beetje in trainen? Daar ben ik klaar voor. Laat ze maar komen. Nou, daar moet je dan mee uitkijken. Kijk, ik ben dan bijvoorbeeld Mart Smeets van Norsport. En ik zeg, naast mij staat de sponsor van de nieuwe Schoenerama ploeg, waarvan Karel Verloenen zojuist op schitterende wijze deze koers heeft gewonnen. En ik vraag de sponsor, doet dat goed? Wat is dat voor gevoel? Is dat fijn? Geeft dit vreugde? Is dit blijdschap? Of doet dit pijn? Meneer Smeets, wij zijn zeer tevreden. Kijk, dat is dus fout. Je moet dus nooit zeggen wij, je moet zeggen Schoenerama is zeer tevreden. Elke keer moet die naam Schoenerama vallen. En zeg dan een beetje, zeg ook niet meneer Smeets, zeg Mart. Stom van mij, dat betekent dat je er al een tijdje in zit in de wielrennerij. En je moet uitkijken, want die Smeets, die wil dus niet dat de mensen op zijn achterhoofd kijken op de een of andere manier. Ja. Dus die gaat altijd zo voor je staan, die drink je weg. Dus ga er dan zo een halve stap voor. Zodat het Schoenerama in beeld is. Tuurlijk. En zeg dan steeds weer alles wat je zegt, Schoenerama. Kijk, elke keer dat die naam valt, is toch weer een nieuw filiaal. Tuurlijk, tuurlijk. Je moet hem wel eens leren wat je in de koers moet doen, dat hij een beetje bij moet blijven. Kijk, dat is dus niks. Je kunt wappert er zo af. Zeg voor dat het was vermogen wappert, dan maak je de grootste ongeluk. Van mijn kolk, stoppen! Amateurs, hè? Moet je luisteren. Kom eens eruit, joh. Beetje instrueren, jongen. Dan zit je er straks in de koers mee. Ik moet hem nou alles uitleggen. Moet je luisteren van de kolk? Kijk. Waar rij je voor welke ploeg? Niks te zien, hè? Kijk, er zijn de stickers. Dat is leuk voor op een etalage, begrijp je? We willen niet op een rennen. Stom. Dus dan rijdt het daar al af. Kijk, mijn fout. Stom. Achterop. Kijk, weg. Weg. Nee, daar draait het allemaal om. Stom. Dus je moet het van nu in orde begrijpen. Schoenerama ploeg rijdt in het beste materiaal. Het is levensgevaarlijk. Als je van mijn ogen wappert een sticker, dan schiet je zo de berm in. Daar doen wij wat aan. Kijk, als ik die arm omhoog doe, dan moet die man er staan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hé? 12 seconden komt ze. Extra wiel bijvoorbeeld. Kost dus 12 seconden, begrijp je wel? Stom ja, van mij. Stom. Dan moet je dat hebben. Extra wiel. Ik sta 12 seconden straks hier te verliezen. 12 seconden. En dan? En dan extra wiel? Doe of je een wiel pakt. Ja? 1, 2, 3. Extra wiel? 4. Maar haal het wiel eruit. 6, 7, 8, 9, 10, 11, wiel. Ja, weet ik veel. Zo gaat dat wiel eruit. Ja. Zo, hup, nieuwe wiel erin. Nieuwe wiel erin. Doe erin. Ja. Nieuwe wiel. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Stom van mij. 19, 20. Oh, stom. Kijk, sponsor is goed, maar als je ploegleider wil zijn, moet je dat soort dingen wel even kennen van de volk. Hé, dat is dus niet. Laat maar één, erin. Nee, twee, nee, kijk uit, drie, mijn wiel ook nog. Vier. Zou niet eerst stom, zijn wat die stom van mij, stom van mij. Nou fijn, dat oefenen we morgen. Ga maar weer in de wagen. Ga maar weer in de wagen. Goed. Nou is het zo, dat in de voorjaarsklassiekers, kijk wat ik nou doe, ja. Dan ben ik een beetje aan het recupereren. Recupereren? Ja, dus ik een beetje uitpuffen. Dus ik hang zogenaamd aan jouw wagen om te overleggen, begrijp je nou? Oh ja. En wat zeg ik dan? Van mij vertel je het verhaal van de grote boze wolven, Roodkapje of zo. Oh. Maar we doen alsof we overleggen, dus je kijkt naar mijn achterwiel. Ja. En ik wijs ook een beetje mijn achterwiel zo, zie je? En dan doe ik een beetje alsof zo van de... Alsof er iets aan mijn derailleur is.
Doet maar Peter Post dat ook zo? Ja, doen ze allemaal zo. Dan heb ik even gerecrutereerd. Oké. En dan kan ik er weer vandoor, begrijp je? Goed. Dus oefenen we even. Ja. Go! Wacht, man. Zo, daarna. Goed zo, kijk uit, hè. Hoe is met je vrouw? Hoe is met je vrouw? Mijn vrouw? Nee, kijk, we lullen gewoon maar wat. Dan ga ik nu. 3 jaar gescheiden. Kom op, Karel, kom op. Ja, daar komt hij. Daar komt hij. Ja. Ik voel nog niks, hè. Ik dacht, we gebruiken de nieuwste middelen. Heel veel over nog. Oh ja, dat is dat handig of niet, Karel, bij het trainen? Maar we kennen niet... Kost een paar centen, maar is het handig of niet? We kunnen er niet op zien wat voor weer het is in de Ronde van Schijndel overmorgen. Nee, dat kun je niet zien. Alleen je eigen hartslag, maar Karel. Maar het is dus... Dat, 3:10! Prima, Karel! Hou vol, hou vol, hou vol, hou vol! Ah, vakman, Karel. Ah, mooi werk, ploegleider. Volgend jaar durf ik de concurrentie met Peter Post ook wel aan. Gijsbert van der Kolk, ploegleider van de Schoenorama-ploeg. Er is een wereldkampioenschap bijgekomen, er is een jaar bijgekomen, ja, wat we eigenlijk niet voor mogelijk hadden gehouden, Joop. Wij zijn er trots op, Joop, de toekomstige president-directeur van de NV Philip Brunjo ontvangen. En wij zijn er erg trots op dat hij hier is, en wij zijn er trots op dat jij even naar hem toe gaat. Dank u. Volgens van ongeduld om geïnterviewd te worden, is Karel van Loenen. Karel, je was even uit het profielton verdwenen. Je bent even op rust geweest, maar ik dacht dat je weer helemaal terug bent. We zien je vandaag voor een nieuwe sponsor hier aan het vertrek. Hoe zijn op dit moment de verwachtingen voor dit formidabele wielergebeuren in Eindhoven? Ja, Jan, ik had er even genoeg van en ik was een beetje ziek van alles wat er gebeurde in het peloton. Met allerlei machtsverhoudingen die wisselden en zo. En een beetje overtraind eigenlijk. En nou voor die Schoenorama-ploeg, ja, het is een jonge ploeg Schoenorama. Voorlopig is het dat ik de kern ben, maar er gaan wat jonge renners omheen. En ik geloof hier dat ik ook in mijn eentje toch wel behoorlijk van voren kan rijden. Ik heb er zin in ieder geval, dat is het belangrijkste, weet je wel. Dat de zin terug is, dat het een tijd is weg geweest. Maar nou met die sponsor, die Schoenorama, dat is een leuke ploeg. Dus ik denk dat ik wat kan laten zien aan de mensen wat ik altijd heb gedaan. Ja, Karel, je bent een formidabele coureur geweest. Het is even stil geweest rond je. Je hebt al verteld, je hebt Schoenorama, een nieuwe sponsor gevonden. Ik heb gehoord eigenlijk in de wandelgangen dat je nogal wat nieuwe eisen hebt gesteld. Nou ja, ik weet niet wat jij in de wandelgangen hebt gehoord, maar ik heb gewoon redelijk gesproken met die man, met meneer Van der Kolk van Schoenorama. Ik heb gezegd, je moet het eerste jaar natuurlijk geen gekke dingen verwachten, maar als ik nou gewoon de kern blijf en ik kan er wat jonge renners bij krijgen, ik wou vandaag ook een beetje wapperen met de patiëntjes, dan kan ik volgend seizoen misschien wat om mij heen bouwen. En dan zit Parijs-Nice zit er bijvoorbeeld wel in, weet je wel. Ik heb geen idee, maar ik doe mijn best. Ja. Akkoord, we zijn weg. Bovenzitterie die dan deze professionals wegschiet op weg naar hun wedstrijd. Jep Karel van Loenen, mag u een applaus geven voor ons Waasland, die door zijn ploegleider nog even extra hier aangeduwd wordt. De beschrijving in het programma met nummer 99, de man van Schoenorama, Karel van Loenen. Thank you.
Ze rijden allemaal tegen me. Ik bedoel, Quantum rijdt tegen me. Die jongens van Panasonic. Probeer 2-3 keer weg te komen. Het is een kleine ploeg, weet je wel. Je hebt het zelf gezien. Sonneveld, Veldschoten, Van der Velde, Ducourt en Leo van Vliet. De, na een afwezigheid van enkele jaren in het profpeloton teruggekeerde Karel van Loenen moest helaas door herhaaldelijke materiaalpech voortijdig de koers verlaten. Kom ik rij ook op een hele oude tweedehands fiets in feite. Het zijn nog ronde spaken, het zijn ineens ovale spaken. En ik moet paraplu gespaakte wielen hebben, anders kom ik niet vooruit. Dat is niet vooruit te branden, dit ding. Dat eis ik van die sponsor, ik eis gewoon beter materiaal, want zo gaat het niet. Daar heb je hem. Hoe gaat het, Karel? Hé? Stop er even mee, stop nou, stop hè. Nee, niet overtreden, stoppen. Heel even nog. Nee, stop er naar mij, Karel. Als je niet zegt stoppen, gaat die gozer maar door. Stoppen ermee. 2,5 uur duurtraining aan één stuk. Karel, luister even. Ja, je moet er wat voor doen. Karel, we stoppen met de laserzenelen. We gaan over op isotoonvoedsel. Ja, isotoonvoedsel, snelle opname in het bloed. 2% transpiratieverlies is 20% prestatieverlies. Zit er geen gewoon pak havermout bij? Als het maar isotoon is. Stom gewoon dat we daar niet eerder mee zijn begonnen. Isotoonvoedsel, stom. Fout van mij, fout van mij. Stom. Oh ja. Hé? We staan weer in de krant, hoor. Waar, waar? Sonorama in de pers. Fantastisch! Twee banden, ik sta klaar. Hier, twee banden. Godverdomme. Hé, een wiel, man. Ik ga er niet... Ik heb toch geen band gaan omleggen. Een wiel moet ik hebben. Het wiel is in de auto. Het wiel is in... Nou ja, dat is niet vermogen. Stom. Wat verwacht je nou? Dat ik als die jongens op 30 seconden rijden, dat ik een band kan gaan omleggen. Wat ziet er aan je verstand? Stom. Een wiel. Dat is het te verdienen in deze serie die aangekondigd is. Die komen van de schuld uit van de vraag.
tweede premie van 50 euro op onbekende koers. Stom van mij, hè? Stom! Onvergeeflijke fout. Nou ja, deze koers kunnen we ook wel opgeven. Stom! Je ziet het wel. Hey. Je ziet het wel. Ik bedoel, de mensen zijn op mijn hand, weet je. De mensen weten, ze kunnen van Loenen een eerlijke wedstrijd verwachten. Maar die coureurs, wat ze nou vliegen. Wat er allemaal in de peloton aan de hand is, joh. Dat zijn allemaal zulke. Dat gaat om zulke miljarden bedragen, weet je wel. Achterman toen weer weg ging, Leo van Vliet met die gemene kop van hem. Opzij van terug je eind peloton. Ze pikken gewoon niet dat je terug bent in het peloton, weet je wel, die gasten. Dan gaat zulke enorme bedragen, gaat het allemaal. Dat een eenmansploeg, ja, die kan daar niet tegenin rijden. Je hebt het gezien, het publiek heeft het gezien. Ik heb eerlijk gereden, maar het gaat dus niet tegen te rijden. Kijk, ik volg met mijn zaak eigenlijk de omgekeerde Joop Steenbergenlijn. Joop Steenbergen, Nederlands zakenman, heb ik grote bewondering voor. Die is ook klein begonnen, heel groot geworden. Kijk, die stort 4 miljoen gulden in de sportsponsoring en die krijgt zijn naam Hallen elke avond op de televisie. Dat weet heel Nederland. Hallen. Joop Zoetemelk is Hallen. Ik doe het andersom. Ik begin met plaatselijke bekendheid en die heb ik nou, Schoenorama, in de hele provincie bekend. En dan ga ik verder. Voorbeeld. Vorige week rijdt onze profploeg een mooie 32e plaats in de ronde van Zierikzee. Nee, laat ik niet jokken. Een mooie 42e plaats. Het doet er nou niet toe. Krijg een tip. In de haven ligt op een Algerijnse boot een mooie partij dumpvaten Eau de Cologne. Koop ik op de imperiaal van de ploegleider mee terug. Ik koop een serie stijlvolle potjes en flesjes. En als dit luchtje aanslaat, breng ik volgende maand de complete schoen aroma mannenlijn. Kijk, zo moet je denken. Je moet je branche vervagen. Dat doen die grote jongens ook. Cartier, Dunhill. Alle producten die ze op de markt smijten, heeft iets van die glans, die glamour van die naam. Kijk, ik zeg het wel eens zo, als zakenman, hou je je tegenwoordig bij je leest, dan ben je er geweest. De pre-shave voorop en daarachter de aftershave. Ja? Fijn. En dan de soap for men, iets meer naar voren, juist. Dat is de aftershave. Nee, ja, dat is goed. En de, ja, en de stick en de shower en de basgel, die komt daar af. Heel goed. Mooi. Wauw. Stijlvol. Heeft allure. Dat is mooi. Zo, dat is hem, Gerald. Hij loopt daar van mijn knieholte zo naar links boven in mijn dij. Mijn hele dij trekt hij door. Hoe heet hij, die gozer? Het zijn de hamstrings. Het zijn de hamstrings, zo ben ik lekker mee. Dus ik heb geforceerde hamstrings. Ik krijg op het te zwaar. Dat moet je ook tegen die, dat is mijn sponsor, dat moet je ook even zeggen. Die fiets is te zwaar voor mijn spier. Ik moet een lichter materiaal maken. Hoe staan hier de zaken? Nou, ik zit met kapotte hamstrings, meneer Van der Kolk. Oké, Karel. Geforceerd. Kijk eens even. Moet knechten hebben. Karel, kijk eens hierheen. Karel, nee? Zie je wat aan mij? Oh, je haar is geknipst, dat leuk. Nee. Nieuwe bril, Karel. De Schoenorama modebril. Wat krijgen we nou weer? Gratis visuele oogmeting in alle Schoenorama zaken. Bij aankoop van 3 brillen een paar pantoffels gratis. Oh, dus dan ga ik dus ook voor brillen rijden. Karel, win jij morgen brillen, de ronde van Boxhol, dan openen we een week later de Schoenorama Second Life broektiek. Ik moet nog luisteren. Phil Anderson rijdt dan al het hele seizoen met een bril, maar dat is een bril, weet je. Het is niks. Maken, Karel. Het is een dienstfiets. Dan zit ik op een transportfiets met een dienstfiets op mijn neus. Okay. Zie je in de auto, Karel? Ja, ik zie je in de auto. Ja, daar. Ja, dat is niet van mogelijk, Jel. Maar ik heb het gekeken dus met van die amateurs of sponsors, weet je wel. Zo'n man die zelf niet gefietst heeft, die denkt wel, ja, ik gooi er nog een bril op die gozer. Misschien gaat hij ook nog in de luier als de rijk volgende week met een luier of zo. Gewoon een rijde reclamepaal.
God weet, gaat die man nog in Bretels rijken? In Bretels met een bril op en een luier om zoiets voor. Jij, Schoenorama, heb je een sponsor? Ben je blij mee? Nou, lekker. Ja, pak hem nog even, Jill. Volgens mij zit hij er niet meer bij. Tom. Hij zit er niet meer bij. Dat het aan de achterzijde van het parcours even druk is als ze. Ja, gaat niet. Hè? Het gaat niet. Ik moet het kijken. Het is het rijden met fiets op een fiets dat jij nul weet, je. Dit is een ouderwetse fiets en dan moet ik die bril op van die man. Ik zie geen sodemiet op die bril. Ik rijd waar is die stroombaan in. Karel, er is grote vraag naar de brillen. Dat kan ik je wel zeggen. We zijn gek van de brillen. Ja, ik ken die mensen. Gewoon stom dat we nog niet eerder met brillen zijn begonnen. Gewoon stom. Ik moet een fiets met de fiets dan nog één keer met die bril langs. Laat die bril goed in het publiek zien. Kom op, Karel. Kom op, Karel. Die haal ik er straks vanaf en ik kan het materiaal voorlopig niet meer zien. Ik moet een ossenkapstuur moet ik hebben, een ossenkapstuur. Het zit hem niet in het materiaal, het zit bij jou hier. Ja, ook, ja zeker. Tom. Nou, is heel goed dat je dat zegt, zit hem ook hierin. Ja, ik moet zo'n Calimero halen met een punt, een aerodynamische helm. Dit houdt tegen. Van Loenen, geen nieuw materiaal en de huldiging gaat morgen gewoon door. Oh, goed, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Er staat nergens in mijn contract dat ik gehuldigd moet worden, hoor. Juffrouw Ellie, die vlinderbril is de blikvanger, hè? Die is 890 gulden, die komt voorop. Ja, graag. Door domme pech werd de Schoenorama-ploeg gisteren in de ronde van Boksel van de verdiende overwinning afgehouden. Dus bezorgde Karel van Loenen, Schoenorama's kapman, met zijn aanvallende stijl van rijden, uit het publiek onvergetelijke minuten. Daarom is deze hulde voor de dappere Schoenorama-ploeg alleszins verdient. Schoenorama, het neusje van de schoenzaal. Komt ook u eens gezellig neuzen bij Schoenorama. Ook voor heren cosmetica, de modernste brilmonturen en vrije tijdskleding. Ja, Schoenorama verdient de prijs voor de strijdlustigste schoenzaal. Attentie. Door het domme pech werd de Schoenorama-ploeg gisteren in de ronde van Boksel van de verdiende overwinning afgehouden. Toch bezorgde Karel van Loenen, Schoenorama's clubman, met zijn aanvallende stijl van rijden, het publiek onvergetelijke minuten. Daarom is deze hulde door de dappere Schoenorama-ploeg alleszins verdiend. Schoenorama, het neusje van de schoenzalm. Komt ook u eens gezellig neuzen bij Schoenorama. Ja, dat komt ook bij dat het al die tijd veel te mooi weer is geweest in die criteria. Dus het is voortdurend mooi weer en droog en zo. En dan ben ik nou helemaal niet op mijn best. Dat slaat in mijn bovenbenen. Dan heeft dat middenrif, dat haalt niet voldoende adem. Ik moet echt zwaar weer hebben dat ik regen heb, dat de wegen gevaarlijk zijn glad, dat mijn stuurmanskunst er een beetje uitkomt en een beetje onweer erbij. Sneeuw heb ik het liefste, dat ik de wind hard op kop heb en dat ik door kan builen met sneeuw. Hou nou eens één keer je kop van Loenen, wil jij? Ja, kijk, als we zo gaan beginnen zit ik zo bij raas, hoor. Dat is helemaal geen probleem. Dus sorry, laten we zo niet gaan beginnen, anders daalt de stemming van de schoenenramen voor helemaal niet meer gaan. Niet meer even. Maar dat ik bliksem heb die zo van mijn wielen inslaat, dan ben ik op mijn bed. Mooi weer was het. Een beetje doping of wat gebruik, een beetje pep, heb je dat niet voor me? Wat denk je nou, dat ik op mijn 40ste nog zo in koers als ik ooit geslikt zou hebben? Ik heb helemaal niks geslikt. Het moet anders, Van Loenen, het moet anders. Wacht even. Kijk, het weer moet slecht. Kijk om te beginnen nou eens hiernaar. Kijk. Veertig jaar.
40-jarige Franse architect steekt in 17 uur op de fiets het kanaal over. Ja. Dat moeten we hebben, Van Loenen. Oh, nee. We moeten een heldendaad hebben. Oh, nee, dat vind ik een heldendaad, daar plak je een merknaam op. De mensen kopen wat van het merk en daarmee een stukje heldendom. Dat is positief denken. Dat is het nieuwe elan van de 80-jarigen. Dat moeten we hebben. Zeg, gaat je hoofd. Je denkt toch niet dat ik kan geen eens zwemmen? Dat hoeft ook niet. Ik kan niet zwemmen. Ik ga weer mijn fiets over het kanaal. Okay. Van Loenen, luister. Jij gaat 3 dagen slapen. En daarna doe jij een aanval op het werelddurecord. Zo. Dat kan je nou als amateurster zich mee gaan bemoeien met de profsport. Heet je, het werelddurecord. Man, je weet niet waarover je lult. Het Moser heeft er 5 jaar aan gewerkt met universiteiten, professoren en in windtunnels getraind. Het werelduurrecord. En ik ga niet naar Mexico, hoor. Mexico? Van Loenen, niet Mexico. Amsterdam. Het Olympisch Stadion. En niet het werelduurrecord, maar het werelddurecord. Daar ga jij een aanval op plegen. Daar komt de hele wereld op af. De Olympische Spelen 1992. Ik heb een boek gelezen van professor De Zwaan. Ja, die zegt het ook. Nederland is groter dan het lijkt. En daar moeten we heen. Dat positieve denken. Dat moeten we hebben. De hele televisie komt erop af. Binnen 1 jaar open ik een keten in Amerika. Shoe-O-Rama. Dan moet ik wel een andere... Haha! Zo. Dan moet ik wel een andere fiets. Schitterend. Wat blijft het journaal nou? Die komt, die komt. Ik heb gebeld. Probleem, dat kan ik die jongen toch niet vertellen. Zit 36 uur lang op het zadel. Schitterende prestatie. Nu al nationaal schitterend. Maar ze komen niet. Ze komen niet. Waar is Mart Smeets? Waar is Emmer? Waar zijn ze? Waar is Tros Actua? Waar is de radio? Ik heb ze allemaal gebeld. Ze komen niet. Omdat je een klein winkeliertje bent. Ja, moest je Joop Steenberg heen. Kom op, Karel. Een premie van 1000 gulden erbovenop. Als je het haalt. Kom op! Jongen, een beetje motiveren. Ze durven het niet eens om te roepen. Schoenorama werelddurecord. Ja, ik had het stadion hier vol kunnen hangen. Ik had een reclamekaravaan vooruit kunnen sturen. Grote rijdende schoenen, grote rijdende bussen, deodorant, brillen op wagens. Ja, geen kunst. Nee, ik heb het schoongehouden, ik heb het clean gehouden. Het gaat alleen om de jongen, om de prestatie van de jongen. Kom op, Karel, hier. Pakken bij. Zo gaat hij. Als hij het volhoudt, als hij boven de 10 dagen komt, dan stroomt het hier wel vol. Dan is het een wereldprestatie. Ik ben geadviseerd door dokter Anders Kuilenburg en dokter Anders Stoutenmeijer. Adviesbureaus in de arm. Na 8 dagen krijg je de mond-op-mond reclame. Dan stroomt het hier vol. Ga vol, Karel! Hey, jongens, wat voor dag is het vandaag? Vrijdag! Is het woensdag, hè? Vrijdag, Karel. Het zit overal de sponsoring. Alles wordt gesponsord.
Er is geen feest in Nederland, geen opening, geen concert, geen tentoonstelling, geen musical, geen Koninginnedag, geen verjaarspartijtje of het wordt gesponsord. Het is heel gewoon in Nederland, je kan niet meer zonder. Maar dit noemen ze ineens reclame, hier komen ze niet om. Dit is reclame. Dit herkennen ze niet. Karel, hou vol, hè. Kom boven die 10 dagen. Blijf erop, zitten. Kom op, dat lukt je. Dat gaat goed. Kom op. Blijf erop. Hé, hey, kom op. Terug naar de baan, Karel. Karel, hou op. Jacques Plumeau, Fransman van Heidelberg, Eindschot had hij. Strumpf, de Luxemburger. En mijn persoonlijke sterrengek dus. En we op een gegeven moment, ja, ik rijd echt. Ik had fluwelen benen, had ik die dag. Ik rijd ontzettend makkelijk met mijn handen boven op het stuur. En we hadden op een gegeven moment 26 minuten voor zo'n peloton. Komen we bij La Follière, was dat? Misschien kent u dat wel. Spoorbomen dicht. Normaal ga je daar met je fiets overheen of er onderdoor. Maar daar vloog toen die sneltrein Bordeaux-Parijs uit de rails. Ik weet niet of u dat nog herinnert. En die vloog zo dwars zo'n Frans flatgebouw in. Nou, dat zijn net croissants. Dus dat kukert helemaal in elkaar. 253 doden. Koers afgelast. Terecht natuurlijk ergens wel. Maar ja, daar stond ik dus. Ja. Zo is dat. Nou, het zijn verhalen. Jammer, hoor. Meneer Van Loenen, we moeten het even nog hebben over het andere ongelukje. Het ongelukje van meneer Van der Kolk. U weet de kwestie, u kent mijn positie. Ik ben curator in het visement van de heer Van der Kolk. Ik moet dus kijken wat er aan baten en lasten is. Preferente, concurrente vorderingen, et cetera. Om te kijken hoe we dat verdelen. Het is een beetje tragisch gelopen met meneer Van der Kolk. U weet daar waarschijnlijk van. Hij zijn experimenten in de autoracerij. De autoracerij? Die zijn nu... Ik kan amper een stuur vasthouden, meneer de curator. Ik bedoel, als we naar de criteria gingen, hield ik mijn hart vast hoe die man reed. Dus dat hij daarmee bezig was, dat bewondert mij in hoge mate. Niet bekend. Wist ik niks van. Oh, en de hele kwestie met de Zwitserse horloges? Horloges? Hij ging wel heel vaak op en neer naar Schaffhausen de laatste tijd in Zwitserland. Dus als het Zwitserse horloges waren, misschien, maar nogmaals, dat weet ik dan. En het Olympisch Stadion natuurlijk, daar weet je van. Olympisch Stadion weet u van. 21 dagen. Ja, nou ja, daar heb je het. Hij heeft het 21 dagen gehuurd. 21 dagen, ik bedoel, wie huurt nou voor een prof van mijn leeftijd voor 21 dagen stadion? Veel te lang. Nou ja, dat soort dingen heeft hem dus financieel totaal genekt. En er is vermoedelijk heel weinig. Bent u in loondienst geweest bij de heer Van der Kolk? Nee, ik had alleen een contract wat wij dan samen. Te zijn huizen zijn overeengekomen. Alleen een contract. Maar dus geen loonbelasting, AOW of zo. Gewoon dat we samen wat hadden afgesproken.
Nou, dan bent u geen, zoals wij dat noemen, geen 42-aartje. Kijk, als u in loondienst was geweest, had de bedrijfsvereniging uw loon overgenomen. Dan was u een 42-aartje. Maar ik vermoedde al dat dat niet zo zou zijn. Nee, ik ben net 41, hoor. Ja, hebt u vorderingen? Ja, goed. Nou, daar wil ik eerlijk over zijn. Kijk, echt vooruit ga je natuurlijk niet meer. Ik heb ook dagen dat ik rij als een strijkijzer, dat mag u eerlijk weten. En dan, dan heb je wel eens goede benen. Maar vorderingen in die mate, nee, die heb ik dus niet meer. Ook geen preferenten? Preferente vorderingen. U bedoelt met geld? Ja, precies, ja. Nee, ik heb goed betaald gekregen van de man. Ik heb niks te vorderen. Ja, god, als er nog wat geld is, dan graag natuurlijk. Nee, maar het gaat er nu even niet om of er wat is. Het gaat erom of u nog iets te eisen hebt. Kijk, er is vermoedelijk helemaal niks. En daarom spreek het. Kijk, het wordt waarschijnlijk een opheffertje. Zo, wordt het een opheffertje? Zo. Bij gebrek aan baten. Want er zijn helemaal geen baten meer over. Door al die avonturen van de heer Van der Kolk zijn er geen baten meer. Nee, nou ja, god. Zijn er geen baten niet, dan schaadt het ook niet. Ik bedoel, ik draag die man echt geen kwaad hart in zijn schoenen. Nou, daar zijn we eigenlijk heel gauw klaar. Financieel gesproken. Ik ben er redelijk uitgesprongen, alles bij elkaar. Ik wou nou, heb ik eigenlijk al gedaan, mijn fiets aan de wilgen gehangen. Maar dat is dan meer bewijzen van spreekwoord. Omdat ik het materiaal, dat was dus volgens het contract, was dat van mij het materiaal. Dus dat heb ik van de hand gedaan, omdat ik naast stop met koersen. En dat heb redelijk opgeleverd, dus daar wou ik nou een klein zaakje van openen. Jo de Haan. Dat zegt u wel wat. Die is uit Utrecht geweest. Oh, Jo de Haan, of ik Jo de Haan gekend heb. Nou, dat was je, putje. Jo de Haan, dat was een lastige jongen, hoor. Jo de Haan. Ja, in principe gewoon. Jo de Haan uit Klaaswaal, hè? Daan Holst. Daantje. Holst. Dat was televisier, hè? Ottenbrosch. Die tijd, ja. Serpentie? De Adelaar van Hoge Heide, weet u wel, Ottenbosch. Gelmans waarschijnlijk, die tijd? Le Monsieur. Joop Kaptein? De Sprinter, ja. Ja, die heeft toch... Tieme Groene hebt u gekend? Nou, god. Huisschilder. Pasmali Paard. Jos van der Vleuten. En Van Breenen? Martin van der Borg. Ja, nou. Uit Maden. Yves Dolman. Chris Kipping. Ja, ongelooflijk. Fons van Katwijk. Ja. Pietje Dame. Kon klimmen. Eén loco, één Carlos Pasta Cordoba, één Maldas Lataan, één Ferrano. Ben je met de fiets met de racefiets? Met de racefiets? Nou, dan zijn ze nog warm in zijn tijd. Ja, lekker. 52-14 een beetje rijden. Ja. Tot volgende keer, hè. Daag, bedankt. Zeg, Van der Kolk, je zit nou wel lekker koffie te lurken, knul. Maar zouden we niet eens een keer demareren? Hè? Even de winkelstraat op en neer. Ja? Fijn, in de toeplift, joh. 2 cannelloni 2, 5 pizza bonnie present die 5. Stom, hè? Gewoon stom geweest. Stom. Thank you.